jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik de tweede aflevering van Koken met Nathalie. Vandaag ga ik een soort van overschotel maken. Is wel wat meer tijd en ingrediënten voor nodig. Maar omdat er niet zoveel... Eerste keer zat er bijna niks van groente of vlees bij ofzo. Dus daar ga ik veranderingen brengen. Ik ga het nu wat gezonder maken. Ik ga jullie nu even de ingrediënten laten zien wat jullie als eerste sowieso nodig hebben voor de overschotel. Dat zijn noedels. En welke staan 3 zakjes, want vandaag kook ik voor 4 personen. Dus voor mij, mijn broer en mijn ouders. En daarbij hebben we ook nog nodig een doosje eieren. Ik pak gewoon een doosje van 4 stuks. Want ik denk dat je daar toch nog van overhoudt. Soft pasta saus, rode saus, tomatensaus bedoel ik. En dan wat salami. Ik heb nu flinterdunne salami, zoals je hier kunt zien. Omdat ik die al thuis had liggen, dus die gebruik ik dan daarvoor. 2 zakjes geraspte kaas. In dit geval zou ik jullie aanraden mozzarella kaas te pakken. Dat is lekker voor... Is er ook lekker bij. En dan, omdat dat nogal niet erg gezond lijkt, doe ik er ook wat groente door. Dit is fijn gesneden groente. Dus dat is ook goed en dat is gezond. Maar ik ga hiermee beginnen. En dadelijk hierna, als ik dit in de oven sta dan ga ik verder met de bijgerechten die ik erbij ga maken. Oké, we gaan eerst beginnen met de noedels. Want die moet je gewoon warm maken. Dus dan pak ik even de waterkoker erbij en die vul ik dan met water. Ik denk voor de helft vullen is meer dan prima. Dan moet ik die even in het stopcontact steken. Zo. Dus en dan gaan we nu even deze zakjes en probeer zo groot mogelijk bakje te pakken hiervoor. Gewoon alle 3 de zakjes hierin doen. De kruiden even apart laten. Want ja, ik weet niet of ik die nog ga gebruiken. Maar dat zie je dan nog wel in de video. En dat zal ik ook nog erbij zeggen. Die heb ik nog apart liggen uit alle 3 de zakjes. Dus ik denk dat ik die nog wel ga gebruiken. Maar ik weet het nog niet. Eventjes een berichtje tussendoor. Voordat je aan eten koken begint, vooral in deze periode, doe goed je handen wassen. Eigenlijk hoort dat altijd zo te zijn. Doe altijd je handen wassen voor je met koken begint. Maar ik had het al hiervoor gedaan voordat ik de video opnam. Dus daar vandaan heb ik het dit keer niet gefilmd. Maar dat is wel heel belangrijk. Oké, ik heb hier nu de waterkoker laten staan. Die is zojuist klaar. Dus daar gaan we gewoon het warme water over de noedels gieten. En dan moet het eventjes tijd krijgen om in ieder geval zover als bij deze. Dat gaan we dadelijk onderling ook mixen. Maar dan moet eerst het water eraf. Dus dat doe je met een vergiet. Dus zoiets. Je kunt soms ook even tussendoor een klein vorkje pakken. En dan een beetje zo voelen of het al wat zachter is geworden. En bij mij is het grotendeels al zacht. Dus kan ik zo gaan afgieten. Maar breek het niet van tevoren door midden. Niet breken. Gewoon in 1 keer in de bak doen. En dan zo laten. Want dat geeft juist op het einde een beter effect. Het is wel handig om het een beetje te laten strekken. Dus zo met het koud water. Niet te lang. Gewoon even snel. En dan een beetje zo uitschudden. Zo. Bak er terug bij. En dan zit het nu hier in de bak. En dat Oké, we gaan nu beginnen met de eieren. En die gaan we, daar pakken we 3 van. En die doe ik dadelijk hierin. En dan met wat melk en wat zeezout erbij.
gaan we de andere twee dingen dan nog door doen. Dat is wat zout en de kaas om te beginnen. En ik gebruik toch een zakje van die kruiden waarbij de noedels erbij zaten om het wat extra smaak te geven. Dus dan gaan we beginnen met nog wat zeezout erbij te doen. Ja, zeezout heeft bij mij de voorkeur. En dan knip. Ja, ik heb twee zakjes, maar dat zien jullie dadelijk nog wel waarom ik twee zakjes gebruik. Maar in ieder geval, dus even verder opknippen, hij wilde niet mee. In ieder geval, dan doen we er nu wat bij. Een beetje om te beginnen. En dan gaan we dit zakje kruiden openknippen. Zo. En dan een beetje. Geeft het wat meer smaak. Niet het hele zakje, gewoon een beetje erdoor gooien. Oké, ik heb dus hier nu de ovenschaal staan. Maar voordat je er wat mee gaat doen, moet je wel eerst invetten met boter. Dus dat is wat ik nu even ga doen. Ik ga hem invetten. Zo, ik heb nu de ingevet, maar doe dat niet te dik. Oké, nou hebben we hier dus de schaal staan. En de volgende twee dingen wat we dan gaan gebruiken is weer laagje mozzarella. Dus daar gaan we er lekker overheen strooien. Ik heb het nu af en zo ziet het er eigenlijk uit. Het is gewoon zo'n beetje. En probeer het zo mogelijk te verspreiden. Ik heb het gewoon met het vorkje zo'n beetje de saus zo eerlijk proberen te verdelen. En daarmee verdeel je ook nog meteen de noedels nog beter op zijn plaats. Dus dat is hoe ik het net heb gedaan. En nu gaan we verder met de volgende stap. Oké, de volgende stap die we gaan zetten is weer een laagje geraspte kaas. En vervolgens de salami. Oh. Dus eerst gaan we weer een lekker laagje kaas. En dan haal ik dit nog over. Dat zet ik even aan de kant, want dat heb je dadelijk ook nog nodig. En dan gaan we de salami erbij doen. Gewoon eigenlijk, of je kunt hele plakken erop leggen, of je kunt stukjes salami erop leggen. Maar ik doe stukjes salami, want sorry, mijn stem raakt een beetje op. Want dat is wat makkelijker, dan proef je niet echt in één stuk een salami en dan weer niet. Zo heb je het een beetje gevarieerd. Oké, ik heb de salami er nu bovenop gelegd. Nu gaan we de kanten pakken, dus deze. Die knippen we dan open. Even zo, open knippen. En dan ga je dat erbovenop doen. Oké, nou heb ik de ovenschotel klaar. Maar dan ben ik vergeten de oven voor de verwarming. Dus dat is wel een tip. Doe dat alsjeblieft wat eerder, nu is het klaar, dus dan moet ik het nog laten staan. Maar ik kan nu wel even snel de oven aanzetten. Nu heb ik de oven op 5 minuten gezet op 220 graden. Dat is voor het voorwarmen. Dadelijk, als de ovenschotel erin gaat, dan moet die 15 minuten op 220 graden. Oh ja, en voor ik het vergeet, nu is het zover als klaar. Maar we doen er ook nog altijd zout, peper en normaal gesproken oregano. Dat is zo'n kruiden, maar die hebben wij niet echt. Dus dan pak ik gewoon zalmkruiden met dille. En dat kan er ook voor gebruikt worden. Dus dat ga ik er nu nog overheen doen. Oké, ik heb nog iets wat we met groenten kunnen doen. En dat is een salade. En daarvoor heb je nodig. Deze, zo'n bak ongeveer. Ik pak altijd wat groter. En een zak sla. Ja, ook nu pak ik maar van 200 gram. Want we zijn wel met vieren, maar we hebben er wat in de oven staat. Dus het is wat extra's voor erbij. Dus je hoeft niet echt
precies 500 gram sla of zo erbij te pakken. 200 gram is meer dan genoeg. En dan hebben we een klein potje augurkjes. Dat ziet er zo uit. Dat zijn van die augurkenblokjes. Mozzarella. Eigenlijk zou ik je aanraden om dan gewoon mozzarella bolletjes te pakken. Want dan kun je makkelijker. Want nu heb je één stuk wat je moet plukken. En dan hebben we ook nog wat tonijn. En dan de dressing. Dus dat ga ik er nu even in doen. En dan zien jullie me zo weer terug als ik alles in de bak heb. Dus hiervoor kunnen zien heb ik de salade gemaakt en die is nu klaar en zo ziet hij eruit. En met de ovenschotel daar is het een klein beetje anders gegaan dan ik had gepland. Ik zou jullie aanraden niet meteen die 15 minuten te doen, maar bijvoorbeeld gewoon beginnen met eerst 10 minuten of 11 of 12 minuten of zo en dan kijken als het nog altijd wat zacht is of niet goed genoeg is dat je nog een minuutje of twee langer erin zet. Maar bij mij is het een klein beetje misgegaan. Maar het is nog wel, het is alleen de bovenkant. Het is alleen daar een beetje donkerbruine plekjes. Maar wij zijn hier niet vies van wat een beetje donkerbruine plekjes daarop op het eten. Het is niet bedorven, het is niet slecht. Het is helemaal niet slecht. Maar alleen, ik heb hem wat te lang in de oven gelaten. Dus in ieder geval, dit is wat we gaan eten met die salade. En dan nog een heerlijke blik perzik heb ik erbij. Dus dat komt wel goed. Wij gaan nu lekker eten. Ik hoop dat het lekker smaakt. En ja, dan ga ik hierbij ook meteen de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. En doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende aflevering.